over groot en bekend gesproken. Jolanda Boerel van het Agora Theater is hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Is Sinterklaas al bij jullie geweest eigenlijk? Nee. Nee? Nee. Kan dat nou? Ja, kan dat nou. Ja. Maar heel misschien komt hij volgend jaar wel langs, maar dat is een heel klein tipje dan van de sluier. Misschien moet je gewoon wat liever zijn. Nou, maar ik ben toch altijd heel lief. Dat is waar. Ja. Wat voor lieve voorstelling heb je allemaal staan? Nou. Nou, het is eigenlijk best wel een hele lieve voorstelling. Ik heb een klein stukje ja. al gezien. De regels van Floor. Tot oh. Vandaag twee keer: één keer om uh, vier uur en één keer om half acht. Naar ja. de bekende TV-serie. Naar de bekende TV-serie. En die is natuurlijk weer gebaseerd op de boeken van uh, ja. Marion Hofman. En uh, ik, ik vind het een ongelooflijk bijzonder fenomeen. Uh, en ja, ik zat even te denken: eigenlijk gebeurt dat denk ik al generaties lang. Dat uh, iets wat ontzettend populair is als boek. Ook het theater ingaat. gaat. Ja. Uh, dat zie je natuurlijk op heel veel klassieke toneelstukken. Uh, maar dat zie je ook met uh, kinderboeken gebeuren en met uh, tv-series. Dat je dan toch uh, de magie van het theater ook daaraan blijft trekken. En dat vind ik ook heel mooi om te zien. Dat het niet alleen nog maar op YouTube afspeelt. of TikTok of op televisie. maar dat ook gewoon iedereen toch lekker ouderwets met SCH uh, theater in wil. Ja, maar ja. dat is natuurlijk ook de live beleving die je dan hebt. Dan speelt het zich echt voor jouw neus af. Ja. En, en, en dat vind ik dus het bijzondere. Ja. Van dat dus, uh, en, en dat roep ik natuurlijk ook altijd heel hard. Van, theater is zo'n andere dimensie en dynamiek. En dat is wat we de afgelopen jaren ook hebben gemist, dat live gevoel. Ja. Um, natuurlijk, met heel veel effecten kom je op een televisie of, of in YouTube, uh, krijg je iets totaal anders. Maar het is echt een andere discipline. Het is ook theater, plat, het is live. tweedimensionaal, weet je. En in theater heb je, als het licht al uitgaat, dan, dan begint het al... Je voelt de spanning ja. eigenlijk in de zaal. Ja. Gewoon van, van het gaat beginnen. En Af en toe voel je ook gewoon letterlijk fysiek, wij spreken ook met muziek... Of, of ook gewoon de emotie van het toneel afspatten... als iets ontzettend spannend is of heel ontroerend is. Ja, dat, dat is de kunst van spelen ook. Hè? Als we ooit wil. nog ambassadeurs van het theater zoeken, dan moeten ze jullie bellen, hè? Oh ja, zeker. Ja. Ja. Absoluut. Ja, ja, ja dat dan... gaan wij zo doen. Ja. Proberen al jaren hard te maken voor het uh, theater, want het is zo'n leuk leuke beleving om te maken en om te beleven. Ja, ja. Nee, daar ben ik wel met je eens. Ik kan me nog als kind herinneren dat je dan dat ik een keer bij André van Duin was. Die ja. natuurlijk toen alleen maar van televisie. Dat was dan oh, dat is hem dan in het echt, weet je wel? Maar tegenwoordig is dat een beetje weg, omdat iedereen zo makkelijk te bereiken is via sociale media. Als jij een berichtje wil sturen aan, weet ik het, Hubstapel... Ja. noem eens iemand. Mm -hmm. Het is allemaal binnen handbereik. Ja. Dat maakt dat is, dat haalt wel een deel van de magie weg. Ja. Niet van theater, maar gewoon van het feit ja. dat je dat het minder uh, impos of, ja minder uh, Imposant is. Het is minder af, uh, minder afstand lijkt tussen ja, te zitten, waardoor ja. de mensen die dat Gewooner maken worden. wat dichter bij je komen ja. en daardoor gewoner worden. Ja, ja. Ja, maar ik hoor het jou zeggen. Jij refereert nu iets dat je zelf heel erg jong was. Ik, ik geloof er nog steeds in dat uh, naarmate je ouder wordt, dat je er bepaald meer nuchter mee omgaat en makkelijker relatief ja, Ook zeg ja. daar heb je ook bekendheid. Ja. Ja. Maar kinderen nog steeds. Ja. Ja. Uh, als die bijspreken letterlijk. Straks hebben we Bing staan of Bumba. Nou, die zitten echt met een mond open, zitten naar te kijken en iets ouder zeg maar uh, zeg maar dan gaan de hormonen al wat opspelen, soms bij van die meisjes. Dan staan ze echt serieus bij de artiesten in gang te wachten. Ja. Omdat deze of die uh, vanavond daar optreedt. En die willen ze live zien. Dus die emotie is er ja. van generaties, is er nog steeds. Ja, op. dat geloof ik ook wel. In ja. 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 je geval de... vandaag dus de regels ja. van Floor, ja. okay. Okay. Cry -out, twee voorstellingen, try-out. Ze hebben bij jou gemonteerd. Ja. Heerlijk. Voor iedereen en... van acht jaar en ouder. Ja, iedereen ja. is meer dan welkom. En ja. dan gaan we volgende week, woensdag, gaan we helemaal in de kerstsfeer de Notenkraker. Hoort erbij, hè? De dat zeiden we vorige klassiek. week al, hè? Ja. Die moet je een keer gezien hebben in je leven, en het liefst de klassieke versie, denk ik. Ja, ja. gewoon, ja. dit is echt gewoon uh, ballet. Je hebt heel veel, je hebt het inderdaad ook gewoon uh, met poppentheater, je hebt het ook semi nog als een toneelstuk, maar de echte Notenkraker is wat mij betreft het klassieke balletstuk. En, en dan ook niet in uh, moderne vormgeving. Nee. nee. gewoon echt die ouderwetse grote kerstboom die dan ook staat met de klassieke pakjes met de grote strikken, die Helemaal. dan al dansend over dat hele podium gaan. Ja, dat, dat, dat moet je minimaal één keer uh, in je leven hebben gezien. Ja. Dus uh, aanstaande woensdag kan dat bij ons. En dan... Ik hoor ook even wat muziek. Ja, dit is de noodkraker ook. Oh, even luisteren. Nou, de miniatuur-overturen, maar als je op een gegeven moment wat langer en wat verder gaat luisteren... dan zul je allemaal bekende stukjes muziek terug uh, gaan horen. Ik zie de kerstboom al staan. Helemaal ja, ik... prachtig. Mooie muziek van Tchaikovsky. Ik nou. word er wel heel blij van. Ja. Ik word er echt heel blij van. Um, en dan uh, iets anders, uh, waarvan een aantal bezoekers wat minder blij worden... Maar uh, elke viervijzer heb ik uh, gisteren moeten annuleren, de voorstelling. Die zou volgende week vrijdag bij ons staan. Ja. Uh, op zich wel weer een semi-positief nieuws, want uh, zij is hoogzwanger en uh, hoopt binnenkort haar uh, eerste kind te mogen verwelkomen. Oh. Maar van de verloskundige uh, mag zij nu de laatste drie voorstellingen uh, niet meer doen. Uh, dus wij hoorden tot de wij waren de allerlaatste voorstelling van nou, zwangerschapsvoerder. Ja. En uh, dus helaas hebben we die moeten annuleren. Maar, uh, maar wie is het eigenlijk? Ik ken haar helemaal niet. Ook oh, ze heeft. Dat is, helemaal, dat is helemaal niet erg op zich. Oh, maar, nee. uh, Hoe heeft ze elke Viervijzer? Elke viervijzer. Oh, Prachtige stem. Oh. Uh, kleinkunst. En ze heeft bijvoorbeeld ook de Polivinario gewonnen. Oh. Met uh, de voorstelling Lucht. En die zou inderdaad volgende week vrijdag bij ons staan. Ja. Maar we hebben het kunnen verplaatsen naar volgend jaar. Dus alle kaatkopers okay. hebben al bericht gehad dat ze gewoon volgend jaar bij ons terugkomt. Ah. Met nou. een andere voorstelling, maar nog wel met haar grote talent. Heb je iets om naar uit te kijken? Juist, serieus. Goed zo. Dat was het voor nu. Dat is het. Dankjewel, Jolande de Boerof.